Een relletje over het Britse Occupy-kamp. Wat blijkt, de meeste tentjes rondom St. Paul's Cathedral zijn 's nachts leeg. Dat bleek uit infraroodbeelden gemaakt vanuit een politiehelikopter. En de actievoerders lijken 's nachts dus liever thuis in hun warme bedje te slapen. Hallo. Hoi hoi. Sta jij er ook nog even op? Ja, dankjewel, dankjewel. Beste collega, Awe. Awe. Nee hoor, geen NOS. Papayaka. Give me some. Hier op het beursplein is het behoorlijk vol. Er staan ruim 120 tenten. Het wordt zelfs zo vol dat er een tweede tentenkamp wordt opgericht. Maar de vraag is, blijven mensen 's nachts ook in hun tentjes? Absoluut. En niet alleen ik. Iedereen die hier op het beursplein staat, slaapt in een tent. Allemaal. Die hard. Echt. Comfortabel is het niet, maar het is te doen. Het is te doen. Het is te doen. Het is te doen. Actually, I'm not protesting anything. I'm just living here. It's a free place. I want to get to Amsterdam, so that's why I'm here. Ik slaap hier redelijk elke nacht. Niet echt elke nacht, want dat hou ik niet vol. Maar ja, af en toe heb je ook een bad nodig en wat warmte. Wij kunnen niks anders doen. Wij zijn illegale mensen. Ik slaap elke nacht in deze tent, terwijl ik in de buurt woon, een waterbed heb, een complete lounge thuis. No, this is not allowed. This is my tent.
zo zeker. Kom op. Bedankt jongens voor de support. Je kan het. Hey. Ja. Hey. Ja. Maak wel wat je net zei. Je kan. Maak wel wat je net zei. Je kunt. Ja, hier op het beursplein zegt iedereen, ja natuurlijk blijven we ook s'nachts in onze tenten, want we zijn hier met een bepaald doel. We gaan door gewoon. Zeg jij klaar? Hier op het beursplein zegt iedereen, ja natuurlijk blijven we ook vannacht in onze tentjes, want we zijn hier met een bepaald doel. Maar als ik zo om me heen kijk, staan er ook een hoop tentjes leeg. Ik blijf hier vannacht om te kijken of mensen zich aan hun woord houden. Maar die tent is er niet leeg. Zal ik kijken? Nee, dat is ronde informatie. Ik ga het vanavond laten zien of die waren. Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die s'nachts gaan werken. Ja. Dus rouleert ook half de tent is niet leeg. Ja, dus dat is... De tent is niet helemaal leeg. Ja, nee, is er ook even geregeld? Ja. Nee. Zal ik even kijken of ik de tentenman kan vinden voor je? De tent? Oh, ja, ik weet niet of ik hier zo lang blijf. Oh, laat. Als hij gaat zeggen dat hij in de tent gaat blijven slapen, dan gaan we naar de tent rijden. Wat doe ik hier en dat soort ongeheiden? Ja, wat doe je hier inderdaad? Genieten. Ja, het is wel een hele ervaring, hè? Ja, het is inderdaad een hele ervaring dit gedoe, maar het is wel de moeite waard. Kom op, de wereld staat nu langzaam op en het is natuurlijk leuk om daar een deel van uit te maken. Ja, duidelijk. Ik zag hier op de eerste dag ook al met je hoofdtooi op. Ik ben al vanaf dag 1 inderdaad hier aanwezig en het is gewoon waarom ik die tooi draag. Het heeft spirituele redenen, namelijk we gaan uit op dit moment van een eindeloos economisch systeem. Maar ja, de aarde is eindig, als we zo doorgaan, heel snel eindig en verneuken onze aarde. Ja, en onze wereld heeft alle tijd van de wereld, maar wij sterven dan gewoon uit. Ja, ja, inderdaad. Het houdt een keer op ergens, hè? Inderdaad. En wat doe je eigenlijk hier in deze tent? Dit is een mediatent en deze tent zorgt ervoor dat er dus communicatie met de wereld staan. Er twee hele mooie antennes. En die zorgen er dus voor dat er een livestream is. En met die livestream kunnen wij dus de assemblies doorgeven en of de optredens en of de dingen die buiten afspelen. Ja, ja, de assemblies, dat zijn de vergaderingen die hier elke dag plaatsvinden. Inderdaad. Is daar al uitgekomen, dat je weet? Er komen dingen uit als bijvoorbeeld over het feit of er gerookt mag worden in de tent, ja of nee. Bepaalde veiligheidsmaatregelen worden in consensus besloten en ja, langzaam maar zeker begint dat steeds meer vorm te krijgen. Ja, dat is echt een kleine eigen gemeenschap hier. Inderdaad. Dat zijn eigen kleine regeltjes ook wat dat betreft. En ja, dat groeit dus echt. Komen er nog meer mensen bij op het ogenblik? Op dit moment zitten we best wel heel erg vol. En wat ik begrepen heb is dat wij op zoek zijn naar nieuwe locaties om eventueel meer mensen kwijt te kunnen. Oké, en waar denken jullie dan aan? Daar kan ik nog niks over zeggen, omdat dat nog niet besloten is. En dat soort dingen gaan toch wel in samenspraak met de autoriteiten en de gemeente. Ja, ja, wat dat betreft zijn er nog geen volslagen anarchisten hier. Nou, zolang dat niet nodig is... hoeft het wat mij betreft ook niet. Kijk, ik werk natuurlijk liever samen met bepaalde mensen als het gewoon goed gaat en als er gewoon consensus is. Ja, nee, dat is duidelijk inderdaad. En ja, wat verwacht je voor de komende weken? Want ja, niemand weet hoe lang het nog gaat duren natuurlijk. Maar... Nou, wat mij betreft staan we hier nog wel een tijdje. En ik denk dat het wat mij betreft rustig tot de zomer door mag gaan. Ja, in de mediatent is het voorlopig erg gezellig nog. Dus. Ja, dat zal wel loslopen. En zolang wij vooruit blijven gaan qua huisvesting en gewoon de kou een beetje buiten kunnen houden, zie ik geen enkel probleem om hier niet te blijven. Nou, oké. Okay. Nou, dat is een hele mooie update voorlopig. En ik denk dat we je volgende keer wel weer zien. Ja, oké. Okay. Hey, succes. Dank je. Hoi. Nee, ik ben hier mee naartoe genomen door een vriend van mij. En, heb jij het nu zo? Kijk, ik vind het heel goed. Maar het moet ook wel zo zijn dat wat hier wordt gezegd, moet ook niet. Wat was je hiermee? Want dan hoor je beter het huis. Dan hier hebben we het live muziek.
Oh god. Wat even is? Nou, we hebben wel een heel goede mic als het goed is, dus... Op zich zou het wel moeten doen. Ja. Maar je vroeg mij waar dit hier allemaal voor staat. Ja, waar denk je dat het voor staat? En waar voel jij het meeste mee? In mijn beleving staat het voor dat de armen armer worden en de rijken rijker. Dat moet worden tegengehouden. En dat alles wat wij hier zeggen, dat het zwijgen wordt opgelegd. Terwijl dat eigenlijk niet zou moeten gebeuren. En dat er eigenlijk naar ons geluisterd zou moeten worden en dat niet gebeurt. En dat is waar ik denk dat dit voor staat en dat moet worden tegengehouden.